Er werd vanmorgen voor de start nog wel druk gesproken over het antidopingsonderzoek dat gisteren te Bordeaux werd ingesteld. Maar niemand behalve de renners misschien kon veronderstellen welke verrassingen komen zouden. Het peloton was vandaag meer dan ooit gesloten. Als protest tegen de getroffen maatregelen te Bordeaux was er door enkelen een plan gesmeed om de wedstrijd gedurende enkele minuten stil te leggen. Een soort staking. Later hebben we vernomen dat niet alle renners op de hoogte waren van dat plan, toen plotseling de eerste van het peloton van de fiets stapten om te voet verder te gaan. 3 minuten lang duurde deze manifestatie terwijl alle volgers zich afvroegen wat er aan de hand was. Het was pas toen we langs de radio vernomen dat het peloton weer op gang kwam, dat de echte reden werd bekendgemaakt. Onmiddellijk kwamen de grote bazen van de ronde, Jacques Audet en Félix Lévitain, bij elkander en werd ermee gedeeld dat de aanstokers van deze manifestatie zouden worden opgezocht en eventueel zwaar worden gestraft. Inmiddels hebben we vernomen dat daaromtrent nog geen enkele positieve uitslag werd bereikt en momenteel is het gebleven bij een mededeling van de organisatoren die zegt dat de houding van de renners de professionele wielersport zeer heeft geschaad en het bleef bij een slotmelding dat in de toekomst dergelijke feiten zwaar zullen worden gestraft. En zo zijn nu eenmaal renners eens weer vertrokken, gingen zij weer gek gaan doen. We zagen daarnet de toekomstige overwinnaar Gerben Karstens en het peloton dat dan toch weer op gang was gekomen, maar niet met een zeer hoge snelheid verder wandelen. Onze landgenoot Bonen, Edgard Zorgeloos, de Fransman Lefebvre en Erandonia. Guido Rijbroek op een bepaald moment aan de leiding van het peloton dat wel eens in 2 stukjes was gevallen omdat er ook op een bepaald moment jacht werd gemaakt achter drinken. We trokken door de landes waar de bossen en het dennensap een bron van inkomsten betekenen voor de bewoners van deze streek en ook een beetje verder in de landes vonden wij een monument ter herinnering aan 3 Franse verongelukte rugbyspelers, 3 internationale. ...135 kilometer werden afgelegd en we kwamen in Dax. Dax, de geboortestad van André Darrigade, waar hij trouwens nog altijd woont, waar André Darrigade als Dédé wordt aangesproken, waar hij het kind van de streek is, en dat heeft hij dan ook willen bewijzen. Hij ontsnapte midden zijn stad, waar hij elke weg goed kent, en trok misschien voor de laatste maal alleen voorbij al zijn supporters. André Darrigade heeft 22 ritten gewonnen in de ronde. Hij maakt nog altijd jacht om het record van Leduc met 25 te verbeteren, maar hij zal er wellicht niet meer in slagen, omdat hij nu ook weer al niet meer van de jongste is. En hij zijn 14e ronde rijdt en hij heeft beweerd vandaag, het is mijn laatste. 30 à 40 seconden voorsprong zou Darrigade nemen, maar toen kwam er reactie in het peloton. Eerst een groep bestaande uit 27 renners. En André Darrigade drong niet verder meer aan. Hij werd ingelopen door Willy van der Boven, die we hier een tiental meter voor het eerste gedeelte van de groep zien rijden. Het tweede gedeelte, waarin Poulidor en Jacques Anquetil, dat is de Italiaan de Rosso, waarin dus beide Fransen zaten, dat zou later bijkomen. En hier hebben we dan Poulidor met zijn onafscheidbare vriend Jacques Anquetil steeds in zijn wiel. Het kan ook zo zijn dat Anquetil aan de leiding rijdt en Poulidor omgekeerd. Dat zijn nu de gewone beelden van in deze ronde van Frankrijk. Dus een volledige hergroepering. En dan op 40 kilometer van het einde sprong de Nederlander Nijdam weg. Nijdam, ex-wereldkampioen achtervolging, zou normaal deze ontsnapping tot een goed einde hebben moeten brengen. En dat hebben we een moment kunnen denken. Hij is gewoon van alleen te rijden, is een renner die weet wat marathon betekent. En toch heeft hij nooit meer dan 1 minuut 50 seconden voorsprong kunnen behalen. Een moment konden we denken dat er een tweede staking kwam, maar het was gewoon een lichte val, zouden we durven zeggen, waarbij Rick van Looy even tegen de grond ging. Zonder gekwetst te zijn kon Rick nogthans verder gaan.
We zagen daarnet nog Nijdam in beeld, die nu aan de beklimming was begonnen van een berg van vierde categorie op 28 kilometer van de aankomst. En daar kregen we dan twee Spanjaarden, Perurena en Jiménez. Spurt werd gewonnen door Perurena voor Jiménez. Dat was dan weer voor de punten voor de algemene bergklassering. Zoals u weet krijgen we morgen de eerste grote col, de Obisque. Deze twee renners werden ingelopen en vooraan Nijdam, die als eerste dus over die berg was gekomen, bleef altijd maar verder rijden. Ik heb gezegd, hij had 1 minuut 50 voorsprong, dat was zijn grootste voorsprong, die hij gehad heeft, maar dan op ongeveer een 20 kilometer van het einde, dan had Nijdam nog slechts 1 minuut voorsprong. En in het peloton was er dan ook weer meer leven gekomen. Er gingen renners trachten te ontsnappen. En al die ontsnappingen samengenomen zouden dan uiteindelijk de oorzaak zijn dat Nijdam weer werd ingelopen. Rudy Aldich aan de leiding van het peloton, die nog altijd zijn gele trui verdedigt. Velen beweren nu, met haast in zijn wiel hier, dat morgen Rudy Aldich niet meer in het geel zal staan. Dat is nu best mogelijk. Hier een verandering van fiets met de Nederlander Janssen, die we in beeld hier hebben, en zijn ploegmaker Izier. Wat er feitelijk aan de hand was, hebben wij nooit kunnen vernemen. Het mag alleen gebeuren, behalve als het om een banddruk gaat. En altijd maar aanvallen in dat peloton. We hebben hier Neri op de achtergrond, we zagen Rijbroek, we zien Montaigne daar nu net van de leiding gaan. En dan weer een tegenaanval van Guido Rijbroek. Guido Rijbroek in achtervolging op Perurena. Hier hebben we Perurena, een man die we morgen ook in de bergen kunnen verwachten. En dan Rudy Aldich weer, eerst op zijn eentje en dan wachten op het peloton. Jan Janssen die terug zijn plaats kwam innemen in het peloton. En hier wordt, spijtig genoeg voor Nijdam, na een lange vlucht wordt hij ingelopen op 5 kilometer van het einde. En onmiddellijk een tegenaanval van de jonge Fransman Benet. Hier zien we Benet. Benet heeft nooit meer dan een paar honderd meter kunnen nemen. En bij het binnenkomen van Bayonne had hij nog wel 100 meter voorsprong. We zien dat hier duidelijk en net voor het binnenrijden van de velodrom werd binnen ingelopen. En dan begon de klassieke spurt zoals gisteren. Spijtig genoeg is die zeer slecht gefilmd vandaag, dat moeten we eraan toevoegen. Carstens, Plankaert, Janssens van Loo en zelfs weer in duel voor de eerste plaats. En ditmaal, zoals u weet, werd het Carstens voor Plankaert, Janssens van Loo en zelfs, al was het dan ook maar nipt. Dit was de tweede ritzege van Carstens en in afwachting van de rit van morgen met de Obisque blijft Aldich leider. Sportiefhebbers, nog een goede avond.